Ik ben onderdeel van een familie en de kans is vrij groot dat jullie dat ook zijn. Voor mij staan mijn werk en mijn familie los van elkaar, maar stel je voor dat dat niet zo zou zijn. Dat jouw vader naast jou op te voeden ook nog je cameraman, regisseur en manager zou zijn. Voor ons moeilijk voor te stellen, maar sommige kids die kennen niks anders. Want die groeien namelijk op in een familie van vloggers. En we hebben blijkbaar verrassend veel familievloggers in Nederland. Veel kleine kanalen die voor de lol hun leven op het internet zetten. Maar ook een paar kanalen die er op de een of andere manier hun baan van hebben gemaakt om elke dag een camera in het gezicht van hun kinderen te duwen. Maar sommige familievloggers die gaan nog een stapje verder. Ik kwam er namelijk deze week achter dat de Bellinga's... Wij zijn de Bellinga's familievloggers. Een van de grootste familievlogkanalen van Nederland een eigen bioscoopfilm krijgt. En toen vroeg ik me af, hoe kom je als familievlogger uit bij een bioscoopfilm? Is iets maken wat weken aan productie en voorbereiding kost niet precies het tegenovergestelde van casual zonder voorbereiding je familie filmen elke dag? En om daarachter te komen gaan we vandaag wat dieper induiken op het kanaaltje van de Bellinga's en gaan we 3 vragen stellen waar we antwoord op willen. Hoe zijn ze begonnen? Hoe zijn ze gegroeid? En hoe verdienen ze hun geld? Welkom bij deze Egbert Reacting. Laten we beginnen. De Bellinga's is het familievlogkanaal van Daniel en Farah Bellinga. En zij vloggen dagelijks met hun 4 kids, Luan, Lucilla, Luxie en Lucius. En als je de Bellinga's intikt op Google, kom je al vrij veel tegen. Bijvoorbeeld dat hun hele familie boos was omdat ze doodleuk op een begrafenis aan het vloggen waren. En dat ze recentelijk naar een miljoenenvilla zijn verhuisd. Ze zijn dus rijk en ze doen alles voor content, blijkbaar. Maar ik heb me altijd afgevraagd hoe je dan als familievlogger terechtkomt bij het vloggen van begrafenissen. De Bellinga's krijgen deze vraag waarschijnlijk best wel vaak. Waarom zijn jullie begonnen met vloggen? Maar wat ik bijzonder vond is dat ik allerlei verschillende antwoorden terugvond. Je zou denken dat als familievlogkanaal je origin story ondertussen wel vast zou staan, maar dat bleek dus niet zo. Onder elke video van de Bellinga's staat: Farah en Daniel maken al graag 10 jaar lang een daily video dagboekje. Het wordt dus niet speciaal gemaakt voor kinderen, maar voor onszelf. Herinneringen te kunnen opslaan voor ons en de kinderen voor later. Oké, dus ze willen een dagboekje bijhouden voor hunzelf en de kijkers zijn daarbij bijzaak. Waarom ze het dan online zetten, weten we niet. Maar in een interview met Eén Vandaag zeggen ze weer iets heel anders. Waarom doen jullie dit? Vooral om mensen te helpen. Elke dag een stukje geloof, hoop, liefde, motivatie, inspiratie uit te zenden. Dat zijn nobele thema's. Ja. Oh ja, dus naast het dagboekje voor jezelf gaat het ook vooral om het motiveren en inspireren van kijkers. Want er is natuurlijk niks zo motiverend en inspirerend als familievloggers die dingen vloggen als: kijk, we hebben allemaal tropische vissen gekocht in ons nieuwe aquarium. Oh nee, toch niet. Maar toen ging ik wat verder graven en kwam ik achter de echte reden dat de Bellinga's begonnen zijn met vloggen. En hou je vast, want hier wordt het interessant. Als je de video's op het kanaal van de Bellinga's sorteert van oudste naar nieuwste, dan kom je erachter dat ze helemaal niet zijn begonnen om een dagboekje bij te houden en al zeker niet om mensen te inspireren of te motiveren. Ze zijn dit kanaal begonnen om mensen Herbalife te verkopen. Hallo, mijn naam is Farah Bellinga en in deze video wil ik jullie graag uitleggen wat voor producten wij op deze webshop verkopen. Herbalife, heb je misschien wel eens van gehoord, dat is een MLM, een multilevel marketingbedrijf. En ze hebben in 2016 nog een kleine boete van $200 miljoen moeten betalen en moeten beloven om hun verdienmodel, wat nu dus zo'n piramideconstructie was, aan te passen. Dus zijn de Bellinga's toen begonnen met meerdere kanalen, allemaal om hun coaching en producten te proberen te verkopen. Waaronder dit hele obscure kanaal van Daniel Bellinga zelf, waar hij geprobeerd heeft een half jaar lang voor zijn website BrainQuote TV BrainQuote vitamins op te lezen. My name is life coach Daniel Bellinga. The quote for today teaches us: make a clear decision to be successful right now. Most people never decide to become wealthy and that's why they retire poor. En hebben ze op hun eigen kanaal, wat toen Slank en Fit TV heette, honderden video's gemaakt met tips en tricks om hun coaching en Herbalife producten te verkopen. In een oud interview op het kanaal Als de Kids Naar School Zijn vertelt een trotse Daniel Bellinga dat hij is begonnen met YouTube doordat hij een cursus digitale marketing cadeau kreeg voor zijn verjaardag. En toen kwam ze dus bij mijn verjaardag. Ik heb een cadeautje voor je. Nou, ik pak het uit. Internet Marketing Summit Ilko de Poer. Ja. Nou, dus zo zijn we toen ons YouTube kanaal gestart. Genaamd slankenfittv.nl. We bouwden de offline acquisitie op straat
Verplaatsen naar het online. En vertelt hij dat zelfs toen ze zijn begonnen met familievloggen, ze nog heel lang door zijn gegaan met de coaching en het verkopen van Herbalife. En dat ze door het filmen van hun familie en hun dagelijks leven uit konden breken van de coaching niche, veel meer mensen aan konden spreken, maar nog wel heel stiekem konden blijven adverteren voor hun producten en hun mailinglijst. En daarin kregen we de tip, joh, heel leuk, jullie niche, Slank en Fit TV, ja, ga verder als familievloggers. Mensen kijken naar je vlog, maar er worden nog geen klanten. Nee, hoe Farah en ik dat zijn gaan indekken in het begin, hè, hebben we dus ook nog omzet gemaakt door die online verkopen die dan heel voorzichtig door het videootje heen kwamen. Ze zijn dus begonnen om een dagboekje bij te houden en om hoop en liefde en motivatie uit te stralen. Maar ze zijn vooral begonnen met YouTube omdat dit keiharde ondernemers zijn die jou iets willen verkopen. Onder elke video van de Bellinga staat een waslijst aan linkjes en een korte samenvatting van het kanaal. En de eerste paar vlogs zitten nog steeds vol met verwijzingen naar coaching en Herbalife. En rond deze tijd hebben ze ook een tweede kanaal aangemaakt. En dit keer voor hun 3-jarige zoontje. Waar ze naar eigen zeggen momenten uit de vlogs wilden opslaan, zodat die niet verloren zouden gaan op het internet. In het interview van EenVandaag vertellen de Bellinga's dat ze geen kindsterretjes willen maken van hun kids. Maar in een ouder interview vertelt Daniel Bellinga wat de echte reden was om een kanaal aan te maken voor zijn toen 3-jarige zoontje. Die kids van jullie zijn natuurlijk 1 en 3. Ja. Die kunnen nog niet echt beslissen van mag ik in beeld, of wil ik in beeld of wil ik niet in beeld. Hoe, Ja, wij zien het als een heel goed opstap. Als ze straks 20 zijn, dan hebben ze net zoals PewDiePie 40 meter. Je kunt ook denken van oké, wat nou als je kind nooit filmt en had hij het misschien wel heel fijn gevonden als hij straks een opstapje van ons had meegekregen om in zijn leven voor de rest ook een stukje financiële vrijheid te kunnen ervaren wat we nu al voor kunnen creëren. Wat dus betekent? Ik ga van mijn kind nu een kindsterretje maken zodat hij er later wat aan heeft. Want stel je voor dat hij de volgende PewDiePie is, dan ben jij blij dat je er vroeg bij was met je kanaaltje op met 3 jaar oud. Welkom op deze nieuwe vlog. Abonneer op Luan Bellinga. Oké, dus naast dat al hun kids blijkbaar jonge PewDiePies zijn, zijn ze daar ook achter hoe je echt goed kan scoren op YouTube. En dat is namelijk met video's van de bevalling van je kind. Het is een soort omgekeerde OnlyFans, zeg maar, waar ze alleen het resultaat van de seks online zetten. En moet je je voorstellen ook, je wordt dus geboren en het eerste wat je ziet is dit. En vond je dit nou een vette bevalling, jongens? Vergeet niet te abonneren op het kanaal voor meer bevallingen. En ze doen nog iets. Want als je echt goed uit wil pakken op YouTube, dan heb je natuurlijk muziekvideo's nodig. En mochten al hun kids nou toevallig extreem muzikaal aangelegd zijn. Hé, super toevallig. En het maken van zo'n muziekvideo, dat geven ze natuurlijk van begin tot eind uit handen. Wat dit soort hilarische momenten oplevert. Waarbij moeder Farah aan haar zoon uitlegt dat hij niet voor het geld zingt. Toch? Daarna zingen ze, maar ik doe het niet voor de money. Dus eigenlijk zing je, money is in het Engels geld. Dus jij zingt leuke liedjes, maar je zingt niet omdat jij daar geld mee wil verdienen, maar omdat je dat gewoon echt leuk vindt. Ja. Dus dat klopt, hè? Dagelijks video's pompen op alle kanalen heeft hun een immens aantal abonnees opgeleverd. Maar hoe verdienen ze daar dan geld aan? En is dat het allemaal wel waard? Vaak als je het met mensen over familievloggers hebt, dan komt al heel snel het woord kinderarbeid ter sprake. En er zijn deskundigen geweest die hebben de vlogs van de Bellinga's bestempeld als kinderarbeid. Het is zo'n ding zelfs dat het kabinet in 2021 is begonnen met het maken van een speciaal meldpunt voor kinderarbeid bij dit soort vloggers. En met kinderarbeid doelen mensen vaak op het feit dat je elke dag aan het filmen bent. Je zit elke dag je kids voor de camera, want er moet elke dag een video online. In principe leef je als familievlogger een soort Big Brother Light, waar je niet na een maand, maar over de periode van 6 jaar een miljoen euro verdient. En tuurlijk heb je er zelf controle over wat je online zet, maar aangezien de business bij de Bellinga's pas ging lopen het moment dat ze hun kinderen gingen filmen, lijkt het mij heel duidelijk wat ze elke dag moeten filmen om geld te kunnen verdienen. Ga verder als familievloggers. En geld verdienen, dat doen ze. Want waar het bij de gemiddelde familievlogger stopt, bij de video's en wat merchandise, hebben de Bellinga's elke mogelijke manier gevonden om hun gezin uit te wringen voor content. Alle kids hebben hun eigen kanalen op YouTube en Instagram. Ze doen theatershows, ze hebben een eigen Bellinga-boek. Alle kids hebben hun eigen muziekvideo's. De kids spelen in een paar seizoenen van de Club van Sinterklaas. En ze hadden zelfs een premium Bellinga TV membership, waar je dingen als hun eigen geproduceerde cowboy show kon zien. Cowboy. Hey, bedankt hè.
Twee verschrikkelijke wilde William in die vlugge vis opgesloten hebt. Graag gedaan. Nee, echt bedankt, hè. Nu durft mijn vrouw weer alleen over straat. En hoef ik niet meer bang te zijn dat mijn paarden worden gestolen. Groetjes thuis. Hé, je bent de beste chef ter wereld, hè. Rustig aan, Cowboy. Cowboy. Het is zelfs zo extreem bij de Bellinga's dat na de geboorte van hun jongste zoon Lucius er binnen 6 dagen een Instagram-account was. Waardoor dit een van de weinige gevallen is waar je je kan afvragen, wat was er eerst? Het kind? Of het account? Laat weten in de comments. Laat weten in de comments wat jij denkt. En bovenop die hele stapel komt nu dus ook nog een bioscoopfilm. Een bioscoopfilm waarvoor de jongste zoon, die nu niet eens 1 jaar oud is, een eigen IMDb-pagina heeft gekregen. Maar de Bellinga's noemen dit natuurlijk allemaal zelf geen kinderarbeid. Maar ik denk dat als mensen dus zien wat jouw baan is en daarna aan jou vragen, goh, is dat dan geen kinderarbeid? Dan is het misschien wel tijd om even kritisch na te gaan denken over op welke manier jij je geld verdient. Maar waar ze ook aan verdienen zijn de gewone advertenties op YouTube natuurlijk. Ze hebben nadat een aantal nieuwsites negatief hadden geschreven over hoe ze hun kids gebruiken om producten te verkopen, al een tijdje geen, oh, kijk dit product nou, reclame gemaakt. Maar er zitten zeker nog wel advertenties voor, tijdens en na de vlogs van de Bellinga's. Het is dus prachtig, hè, dat dagboekje, en super inspirerend dat die kids zo meteen hun eigen geboorte terug kunnen kijken. Maar voordat ze hun eigen geboorte terug kunnen kijken, moeten ze dus wel eerst 3 advertenties wegklikken. Dit is dus de toekomst. En dan is de vraag nog, is dit het allemaal wel waard? Natuurlijk wonen die kids nu in een miljoenenvilla en spelen ze in films. En als je nu een willekeurige 7-jarige op straat zou vragen wat aan zijn droomleven zou zijn, dan zou dit het antwoord zijn. Maar ik heb het idee dat naast kinderarbeid roepen, een hoop mensen nog een paar belangrijke dingen over het hoofd zien. Deze beelden, een deel van elke dag van jouw leven vanaf je geboorte, staan voor altijd op internet. En zelfs als zouden de Bellinga's alle vlogs zelf verwijderen, dan heeft het Museum voor Beeld en Geluid, en dit is echt waar, een deel van de vlogs in de collectie opgenomen om te laten zien hoe een gemiddeld gezin in deze tijd leefde. En even voor de duidelijkheid, dit is dus hoe dat gemiddelde gezin tegenwoordig in deze tijd nu leeft. We zijn weer in de konijnenkamer. Ik ga eerst even kokkie. Zijn maaltje geven. Eindelijk, jongens, kunnen we weer in ons zwembad. Ons zwembad is echt vanaf januari tot afgelopen tijd eigenlijk, is die heel koud geweest. 18 graden ongeveer. En daarnaast zet je zoveel beelden van je kids online dat het extreem makkelijk wordt om hun hele identiteit over te nemen. Zo kan je namelijk alle vlogs door een deepfake trainer halen en zonder moeite nu bijvoorbeeld Luan in elke film die je maar wilt neerzetten. En er zit nog een ander, veel verontrustender aspect aan vast. Er zijn een paar video's van de Bellinga's die extreem goed bekeken zijn. Waaronder een paar met opmerkelijke titels zoals douchen met 2 kinderen in de thumbnail. Waar dus 2,3 miljoen mensen naar gekeken hebben. Waarom je zou willen dat er 2,3 miljoen mensen kijken naar hoe jij met je 4-jarige zoontje aan het douchen bent, dat kan ook niet helemaal plaatsen. Maar we hebben natuurlijk allemaal een andere definitie van inspirerend en motiverend. Motivatie, inspiratie uit te zenden. Tegenwoordig kan je op YouTube zien welke delen van een video het meest bekeken zijn. Niet iedereen kijkt een hele YouTube-video af en sommige mensen kijken alleen voor bepaalde delen in een video. Als een deel van zo'n video vaak bekeken wordt, zie je een piek in deze grafiek. En wat blijkt? Bij een aantal van de best bekeken video's van de Bellinga's zitten deze pieken specifiek op plekken waar beelden te zien zijn van de kids onder de douche of in een zwembad. En zelfs in Luan zijn eerste eigen muziekvideo zit een klein segment waar de kids te zien zijn in de sauna. En ook daar zie je weer zo'n piek. Ik heb zelf geen kinderen. Maar als ik wel kinderen had en ik had deze grafiek gezien, had ik mijn kinderen nooit meer zo in beeld gebracht en zeker niet op internet gezet. Laat staan in de thumbnail. Je weet natuurlijk nooit wie deze video's kijken. Gelukkig, als je een wat groter kanaal bent, dan begint het allemaal een beetje door te schemeren, zoals hier op Reddit, waar mensen actief video's van Farah's tepels aan het doorsturen waren van tijdens de bevallingsvideo. Nogmaals, erg inspirerend allemaal dat dagboekje en erg interessant publiek ook. Dus hoe zijn de Bellinga's bij een bioscoopfilm uitgekomen? Dat weet ik nog niet helemaal, maar ik denk dat het is om een boodschap van hoop, liefde, motivatie en inspiratie uit te zenden en niet om van hun kids nog grotere kindsterretjes te maken en daar weer meer geld aan te verdienen. Dus heb jij toevallig ook een familie en de ambitie om een eigen bioscoopfilm te maken, dan is dit ongeveer de prijs die je daarvoor moet betalen. De Bellinga's lieten in interviews weten dat zij denken dat het familievloggen heel normaal gaat worden in de toekomst en dat zij dus de eerste van velen zijn. Dat zie ik nog niet helemaal gebeuren. Maar ik ben in ieder geval wel geïnspireerd, dus vergeet niet mijn ongeboren kind alvast te volgen op Instagram. Thanks voor het kijken. Laat in de comments jouw favoriete Bellinga vlog weten. En vergeet niet te abonneren voor meer van dit soort konijnenholletjes. Ik heb credit cards, een stuk of 5. Ik krijg er zelfs een speelgoedkast erbij. Ka-ching!